Bingo, de nummer 1 boekmaker voor paardenrennen. Terwijl op de hippodroom van Paris-Vincennes de belangrijkste drafwedstrijd van de wereld, de Prix d'Amérique, met 1 miljoen euro aan prijzengeld gereden wordt, is het in eigen land uitkijken naar de premium meeting van aanstaande dinsdag in Mons. In de tweede koers van het 10-delig programma komen de paarden met de hoogste winstsom aan de start. Onze koers van de week staat in het teken van een nieuw duel tussen Joyrider en Jambora. Hier neemt Jambora met driver Jules van de Putten in de witte kleuren het kopwerk voor zijn rekening. In deze koers, die op 8 december gereden werd, lijkt Jambora op weg naar de winst. Maar in de laatste rechte lijn komt aan de buitenzijde Joyrider met een perfecte timing opzetten. In de rood-zwarte kleuren komt de 10-jarige Ruin als vierde de laatste bocht uit. Hij knibbelt aan de voorsprong van Jambora en kan hem in de laatste meters met een hoofdlengte kloppen. Dat dit vormpeil geen toeval is, zagen we op 10 januari. De tactiek is deze keer identiek. Jambora neemt het peloton op sleeptouw, terwijl Joyrider enkele lengte verderop heel attent volgt. In de laatste rechte lijn komt opnieuw de versnelling van Joyrider die de vroege koploper kan passeren. Ons duo moest echter in deze koers zijn meerdere erkennen in Gear Up, die u in de paarse kleuren ziet winnen. Aanstaande dinsdag is Gear Up niet van de partij en dus kan Joyrider opnieuw in de favoriete rol aan de start komen. De koers krijgt echter een interessante toevoeging door de aanwezigheid van Odana Vrijthout. Deze merrie won vorige zomer in Waregem de grote prijs der vaderpaarden voor vierjarigen. Na een rustperiode is ze bezig aan de terugkeer. Op 17 januari toonde ze progressie in de vijfjarige cup, waarin ze met Francis Nerink, herkenbaar met de rode mouwen, de hele koers controleerde. In de laatste rechte lijn laat ze vechtlust zien en strijdt ze mee voor de zege. Maar in de sprint moet ze het afleggen tegen Omer van Haalbeek. Hierdoor verdient ze een plaats in onze selectie. Het nummer 2, Freebird, is hun uitdager, want die komt vanuit Duitsland met ambitie naar Mons. Bingo, de nummer 1 boekmaker voor paardenrennen.